Beste raadsleden en wethouders, ik hoop dat jullie in de komende 4 jaar echt maatwerk leveren, meer ervaringsdeskundigheid inzetten, alle informatie doorgeven aan gezin, maar dan ook echt alle informatie, en dat er buiten de hokjes wordt gedacht en gehandeld. Ik hoop dat de gemeente de komende 4 jaar zich meer gaat inzetten voor de hulpverlening en de ervaringsdeskundigheid. Maar ook in de wijken dat ze meer betrokken zijn met de buurtbewoners en wijkcentrums. Zodat ze weten welke problematiek zeg maar, in de wijk plaatsvindt. En zo kunnen ze samenwerken met de hulpverlening voor een betere en veilige buurt. Ik hoop dat de gemeentes meer gaan investeren in medewerkers die echt contact met pleegkinderen zoeken. Een pleeggezin is heel fijn, maar soms wil je ook iemand anders nodig om je verhaal aan kwijt te kunnen. En dat zou dan met een medewerker kunnen die echt het contact met je opzoekt. Dat zou eenzaamheid hopelijk voorkomen en hulpverlening verbeteren. Voor de komende 4 jaar hoop ik vooral dat gemeentes zelf binnen de jeugdhulpverlening mee gaan lopen en een soort undercover boss kunnen zijn. Dan kunnen ze zelf zien hoe belangrijk de jeugdhulpverlening is en wat er allemaal nodig is. Ik hoop dat de nieuwe raadslieden en de wethouders zich minder gaan focussen op geld. Want geld betekent stress bij instellingen en vervolgens ook weer bij de cliënten. Ik hoop dat men zich meer focust op de hulp die geboden moet worden, waardoor er passende zorg komt voor de jongeren. Wat ik hoop voor de komende 4 jaar en eigenlijk voor alle jaren die volgen, is dat mensen weten dat hulpverlening zeker voor jeugd meer is dan alleen maar zakelijk. Dat je moet kijken met wat voor mensen je te maken hebt. Mensen die kwetsbaar zijn, mensen die meer nodig hebben dan wat er op dit moment geboden wordt. Luister naar mensen en help ze verder.